sportschool Kerngezond in Lelystad is in actie gekomen voor de voedselbank. Hoe die in zijn werk gaat, vragen we nu aan directeur Chris Bruin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom doen jullie dit? Nou, omdat wij het enorm belangrijk vinden dat niet alleen wij, maar ook de mensen die het iets minder breed hebben in Lelystad, toch een fijne kerst hebben. Juist. En met name ook de ouders die kunnen om allerlei redenen in zo'n situatie terechtkomen dat je gebruik moet maken van de voedselbank. Maar het zijn met name de kinderen die daar eigenlijk helemaal niets aan kunnen doen. Ja, en die wij toch ook een hele fijne kerst toewensen. Oké. En wat houdt de actie precies in dan? Wat gaan jullie doen? Nou, we doen dit eigenlijk al een aantal jaar. Dus begonnen in Meidrecht. En we doen dat nu ook voor het tweede jaar in Lelystad. Dat we hebben hier achter mij een aantal kratten staan. En daar kunnen mensen koekjes of allerlei lekkernijen afleveren, zeg maar. En wij zorgen dan dat dat bij de voedselbank terechtkomt. Koekjes? Maar u heeft een sportschool. Er zijn toch geen koekjes aan? Klopt. Hoe je ze kwijt? Moet er wel een beetje gezonde producten zijn of niet? Of hoeft dat niet per se? Ja, maar het moeten wel houdbare producten zijn. Hè? Want ze liggen hier een tijdje, ze gaan naar de voedselbank en vervolgens worden ze dan uitgedeeld. Dus het moeten houdbare producten zijn. En als je het hele jaar hard gesport hebt, dan mag er met de feestdagen best wel een koekje vanaf. Ja, dat is waar. Dan komen ze in januari weer eraf trimmen bij u. Ja. Zeg, die actie die begint vandaag en duurt een maand. Brengt u in de tussentijd ook wat naar de voedselbank? Of doet u alles in één keer en moet u daarom lang houdbaar zijn? Nee hoor, tussendoor wordt het er ook naartoe gebracht. Maar ja, het duurt altijd even voordat het bij de mensen thuis is. Dus vandaar dat het houdbare producten moeten zijn. En doet u er zelf ook iets in? En dan bedoel ik natuurlijk bijvoorbeeld een halfjaartje gratis sporten bij u. Dat is nog een verrassing voor de mensen die het gaan krijgen, zeg maar. Maar we gaan er zeker iets mee doen, ja. Okay. Moeten we dan over een maand weer even bellen met elkaar? Nou, dat is misschien een goed idee. Maar er gaat zeker wat bij komen. Ja, die kratten staan dus bij u op de sportschool, maar kunnen ook niet leden van Kerngezond iets brengen? Jazeker, iedereen is welkom om hier iets af te leveren. Dat is in de koploper. Zo gauw je bij ons binnenkomt, is direct links om de hoek staan de kratten. En daar kan iedereen iets toevoegen. Oh, nou, wat ga jij erin doen? Ja, dan moet ik even kijken wat ik nog in huis heb of wat ik ga kopen. Dat bedenk ik zaterdag, als ik in de supermarkt loop. Oké. Ja, maar ik heb nu de instructies gekregen dat ik weet dat het lang houdbaar moet zijn. Het is een mooie kerstgedachte natuurlijk. Maar in januari, denkt u dan ook nog aan de voedselbank? Ja, zeker. Het hele jaar door promoten we dat op verschillende manieren. Of hebben we er aandacht voor. Maar nu met kerst toch even iets extra's. Juist. Goed. Nou, hartstikke mooie actie. Dank voor de toelichting. Graag gedaan.